Als klein meisje al leek het me reuze spannend om een keer een nacht door te brengen in een museum. Gewoon omdat het niet kan en niet mag en je eigenlijk nooit alleen bent met al die kunstwerken. En nu is het zover. Drie keer raden waar ik mag slapen vannacht. Hallo. Hallo. Sanne Tuin, TV Rijnmond. Katie, ja. Welkom hier in Museum Boijmans van Beuningen. Ja, hoe bijzonder is het nou dat ik hier mag slapen vannacht? Dat is heel bijzonder. Dat kan alleen bij deze tentoonstelling van Carsten Huller. Dit is hem. Dit is het bed waar ik mag slapen vannacht? Dit is het bed waar je mag slapen. Wauw. De Revolving Hotel Room. Alles erop en eraan. En ik zie, hij staat op een soort draaiende platen. Dat blijft de hele nacht zo doorgaan? Ja, het zijn vier glazen schijven. En die draaien heel langzaam. En daardoor, als je slaapt, lig je steeds in een andere positie. Als je wakker wordt, heb je een ander perspectief. Nog geen mensen gehad die misselijk werden of duizelig? Daar heb ik nog niets van gehoord. Ik heb alleen maar gehoord dat het heel bijzonder is om steeds anders wakker te worden. Maar ik mag niet alleen hier slapen. Ik heb ook nog eens mijn eigen butler, die ik de hele nacht kan bellen wanneer ik iets wil. En ik krijg een uitgebreid diner. Mijn eigen bediening, lekker eten en dat alles in het gezelschap van Monet, Dali, Van Gogh. Wat een rotbaan heb ik toch eigenlijk, hè? Proost. En daar loop je dan, 's avonds laat in je eentje in Boijmans. Even voelt het alsof het museum helemaal van mij is. Maar wat als je na een tijdje alle werken wel gezien hebt? Dat je uitzicht zou wel leuk zijn. Ja, het uitzicht is echt helemaal top hier. Maar zou ik hier niet ook een prosecco bij kunnen krijgen? Misschien moet ik me maar gewoon op gaan maken voor de nacht. Want ik kom hier tenslotte toch om te slapen. Goedemorgen mevrouw. Goedemorgen. Het museum wordt zo geopend voor het publiek. Dat wilde ik even meenemen.